Je begint eigenlijk te denken aan wat je wil ontdekken. En op dat moment stel je je daarop in en dan heel rustig loop je op het doel af. En dan op een gegeven moment voel je, zonder dat je wat doet, voel je dus dat de dingen naar elkaar toe lopen. We gaan eerst naar de oude kerk. Een kerk die is vaak verbonden met bepaalde energiestromingen, dus aardstralen, die wij dus leilijnen noemen. En dat zijn positieve lijnen. En dan kan het zomaar zijn, als zo'n lijn door een raampje loopt, waar die dame achter zit, dat zo'n dame inderdaad wat energieker te werk kan gaan. Nou, leilijnen, we weten niet goed wat het is. Je zou er ook nog een kleurtje bij kunnen bedenken. Stel je in op leilijnen en een kleur roze. En dan gaan we eens kijken of we, laten we tot die tweede boom lopen, of we daarin een keer een reactie krijgen. Of je een hele koude trilling krijgt. En hoe komt dat dan? Geen idee. Ik stel voor, ja, voor de dames die moeten dan iets anders gaan bedenken. Maar ik stel voor dat we even op en neer dat steegje doen. Met de vraag van welke dame zou nu voor mij heel interessant kunnen zijn. Of verzin zelf uw vraag. En dan gaan we eens kijken bij welk raampje dat die dicht gaat. Hij ging bij mij daar wel uit. Ja, was het wat? Nou, jij komt wel even zien, hè? Ja, ik zeg het. Maar kwam het dan bekend voor of hoe kan het dan? Ja, ik weet bij God niet hoe dat werkt, joh. Maar in ieder geval... ik denk dat ik ook zonder die dingen wel gezien zou hebben van, nou, die dame is wel aardig om een avondje op stap te gaan.